We zijn enorm blij dat, dat het ons is gelukt. En nou ja, we twee wedstrijden voor het einde doen we zelfs nog mee volop voor het kampioenschap. Dus voor ons kers op de bekende taart. Ja, afgelopen maandag kwam daar een extra boost bij. Want PEC verloor van Jong PSV. En betekent dat Heracles qua doelsaldo bovenaan staat. Dat klopt. Dus, en die gaan we verdedigen. En dat willen we. Het zal niet makkelijk zijn. We gaan morgen naar NAC uit. Dat zijn natuurlijk moeilijke wedstrijden. Dat weten we ook vanuit het verleden. Maar we gaan er alles aan doen om onze voorsprong die we nu hebben op doelsaldo ook te verdedigen. Geloof jij in het kampioenschap? Ja, zeker geloof ik erin. Ja. Daar geloven we allemaal in. Dus ja, we gaan er vol voor. Heeft Heracles een elftal dat eredivisiewaardig is? Daar ga ik hier nu niks over zeggen. Of dat eredivisiewaardig is, ja of nee. Betekent dat dat je eerst bij de wedstrijden afwacht en dan pas daarmee bezig gaat? Naar buiten toe wel, ja. Intern niet. Intern ben je al wel heel ver? Intern zijn wij behoorlijk ver, ja. Van weten we precies wat we willen. Goed. Even achter je kijken. Het veld wat er nu bij ligt is kunstgras. Dat gaat ook veranderen. Nog één jaar. Ja, dan ligt hier een prachtige hybride mat. Mm-hmm. En nou, dan kunnen we weer verder mee. Daarvan zijn de onderhandelingen met buurman Oranje Nassau en met de gemeente fantastisch geweest? Uitstekend geweest, ja. Zeer goed. Heel constructief met elkaar. En ja, aan de andere kant van de Wezenbeek gaan straks twee uitstekende trainingsvelden komen daar te liggen. Waar we uitstekend kunnen gaan werken. Binnenkort gaan jullie al aan de slag om het eerste trainingsveld aan te leggen. Ja, we zijn nu al bezig. Ja, ja, en in 2024 het tweede trainingsveld, ja. En ook hier in de stadion. Klopt, dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Mm-hmm. De prachtige faciliteiten die je hier binnen hebt, kleedkamer. Fitnessruimte, met elkaar, dat is ook heel erg belangrijk en groot goed binnen onze club. Het familiaire, dus dingen samen doen, dus het samen eten bijvoorbeeld. Ja, dat is hartstikke belangrijk. Ik heb zelf bij een club gewerkt, gespeeld waarbij je los van het stadion was. Nou, daar kende je je collega's, je medewerkers, ja, die kende je helemaal niet. Dus dat is hier een groot goed en ja, daardoor is het prachtig mooi dat je op je gympies straks naar je trainingsveld kan wandelen. Hoe zit er met de begroting voor het komende seizoen? Die zal omhoog gaan ten opzichte van het afgelopen seizoen. Maar veel omhoog? Nou ja, we krijgen in ieder geval weer een mooi stukje tv-geld extra die we het jaar hiervoor zijn verloren. Twee spelers die hier op dit moment rondlopen hebben nog geen contract voor volgend jaar. Armenteros en Azaoui. Ja. Beide partijen zijn gewoon vrij om te doen en te laten wat ze willen. Mm-hmm. Na de competitie gaan we met ze zitten. Hebben jullie al een programma voor het feit dat Heracles eventueel het kampioen wordt van de keukenkampioendivisie? Focus moet volledig op promotie liggen. Mm-hmm. Dat is gelukt. En nu zitten we in een dusdanige positie dat we ook zelfs voor het kampioenschap gaan strijden. Wat de organisatie naast mij doet ten aanzien van dat soort festiviteiten laat ik lekker aan hun over. Je hebt wel eens een avondje NAC meegemaakt. Hoe kijk je daar nu naartoe? Wel vaker meegemaakt, ja, ook als speler. Maar dat was nog aan de Beatrixstraat ook nog. Ja, dat is prachtig. Het zijn vaak prachtige wedstrijden, omdat gewoon de ambiance top is. Uitverkocht huis, wat ik heb begrepen. Ja, jongens, dat zijn wedstrijden waar je als speler heel graag in wil spelen. De wedstrijd tegen NAC betekent dat als die gewonnen wordt, dat het dan een kwestie is van een vol stadion hier in El Facito. Is al zo. Is al zo. Ja, dus het is niet meer afhankelijk van of wij winnen bij NAC. Het is hier al uitverkocht.